Hallo allemaal en welkom terug op mijn kanaal. Waarom zeg ik dat? Ik zeg het nooit. Maar welkom terug. Ja, het is niet een weekvlog. Weer geen weekvlog. Het lag dit keer niet aan mij. Storm mega erg aan die deur. Het lag dit keer niet aan mij, want ik was ziek vorige week. En dan ook echt ziek. Ik was echt plat. Een paar dagen lang. En toen op een gegeven moment ging het wel iets beter. Maar ja, was ik gewoon nog steeds aan het bijkomen van alles. Dus ik heb eigenlijk niks gefilmd. En ik dacht ook van ja, als ik nu ga filmen zie je alleen maar dat ik binnen zit en me rot voel. En binnen zit en me rot voel. Ik had wel een paar dagen gevlogd, maar toen dacht ik op een gegeven moment van ja, dit staat helemaal nergens op. Dus ik dacht vandaag een dagvlogje te maken. Het is vandaag maandag. Morgen komt deze video dus online. Maar goed, vandaag is wel weer de eerste dag dat ik me weer echt goed voel. Dus vandaag gaan we er echt tegenaan. Ik heb net even lekker een to-do-list gemaakt met wat ik allemaal moet doen. Ik zit nu eigenlijk klaar om... Ik krijg nu ineens een ingeving wat ik ook nog even op moet schrijven. Maar ik zit nu eigenlijk klaar om naar de gym te gaan. Dus dat ga ik ook gelijk doen. En daarna als ik terugkom ga ik die hele lijst afwerken. Ik heb net lekker mijn rug getraind jongens. En dat vind ik heel erg chill om te doen. Dus een lekkere training was het. Ik ga nu me snel douchen klaarmaken. En een beetje fatsoeneren. Ik zie er echt niet uit namelijk. Ik heb dingen die ik mag afstrepen. Dat vind ik altijd zo'n heerlijk gevoel van je lijstje. Ik heb net een TikTok gemaakt. In elkaar geflanst. Die moest ik nog doen. Even kijken. Ik heb gepost. Moest ik ook even doen. Ik heb gesport. Haha. Ook gedaan. Ja, nu moet ik eigenlijk nog best een hele lijst. Maar dat gaan we even doen. Dat gaan we even fixen. Oké, ik probeer jullie echt al heel lang mijn kamer te laten zien. Alleen elke keer komt het er gewoon niet van. Omdat het gewoon niet af is. Elke keer is het niet af. En ik wil het gewoon laten zien als het af is. Maar goed, ik heb nu gemerkt dat het gewoon echt lang duurt. Voordat alle puntjes op de i staan. Dus ik dacht, ik ga het nu maar gewoon laten zien. Ik heb een tijdje geleden heb ik heel mijn kamers veranderd. Ik heb er twee. Ik woon nog bij mijn ouders en... Mijn slaapkamer heb ik, daar staan we nu in. En ik heb dan mijn kledingkamer. En daar had ik al mijn kleding in. En nu heb ik dat dus verdeeld. Ik heb mijn kleding ook in deze kamer. En dan ook nog een deel in die andere kamer. Maar ik wilde van die andere kamer ook een beetje een soort van werkkamer maken. Zodat ik daar gewoon fijn kon filmen. Wat foto's kon maken in de spiegel bijvoorbeeld. En hiervoor kon dat gewoon echt niet. Als het goed is heb ik wel before beelden van mijn kamer. Dus... Die zal ik er dan wel eventjes bij plaatsen. Maar ik weet niet zeker of ik die nog allemaal heb. Ik heb ik ze wel zo. Maar ik weet niet of ik ze zo heb. Maar goed, ja. Ik zal even laten zien hoe mijn kamer dus nu is. Tenminste, allebei de kamers ga ik nu laten zien. Oké, ik heb dus hier een soort van home cinema gemaakt. Mijn beamer moet dus nog worden opgehangen. En die wordt dus daar aan het plafond opgehangen. Alleen, ja, dat duurt dus allemaal super lang. En daar zat ik heel lang op te wachten. Maar goed... Daar wacht ik dan maar niet op. In ieder geval wordt daar dus zeg maar de beamer op geprojecteerd. Dus heb ik een soort van bioscoop. Dan hebben we hier mijn bed. Mijn bed heb ik wel echt al een tijdje. En die is van Goossens. Daar heb ik ook nog steeds veel vragen over. Ik heb maat 1,60. En ja, dit bed is geweldig. Ik heb wel gewoon mijn matrassen van de IKEA. En ook mijn topper is van de IKEA. Alleen zeg maar het bed eromheen is echt van Goossens. En dan heb ik hier naast mijn bed een soort van... ja. Ombouwing van de verwarming. En daar heb ik dus wat kokers met kaarsen in van de IKEA. Nou, dat naast mijn bed blijft ook gewoon even zo. Dat is een heel simpel nachtkastje met mijn wekker en een aroma diffuser. Nou, en zoals je ziet hangt er dus nog iets aan de muur. En dat moet er ook af. En elke keer komt dat er ook niet van. Want daar hing dus mijn tv. En die kussens die daar liggen moeten eigenlijk ook weg. Maar ik vind het zonde om ze weg te gooien. Dus ik moet ze eigenlijk even op marktplaats of zo zetten. Nou, en dan dus de home cinema. Hierachter schuilt zich een hele kledingkast. En dat ga ik nu aan jullie laten zien. En dit is echt gewoon iets waar ik heel trots op ben. En heel erg blij mee ben. Oké, ik heb jullie even neergezet.
Ik wilde dus gewoon dat mijn kamer super clean zou zijn. En dat ik niet... Sorry voor het achtergrondgeluid, mijn neefjes zijn beneden. Maar ik wilde gewoon een hele clean kamer. Dus gewoon dat het opgeruimd, strak. Ook als ik dan bijvoorbeeld aan het filmen ben voor YouTube. Dat het gewoon lekker rustig is. Of aan het filmen voor samenwerkingen. Nou, en dat heb ik dus nu echt wel gecreëerd. Kijk, je kan dus deze gordijnen opzij doen. En dan kan je dit omhoog doen. Dit is trouwens gewoon een rolgordijn van de IKEA. Of van de bol.com, geloof ik. En die gordijnen zijn van de Quantum. En dan heb ik hier dus mijn hele kledingrek. Dat had ik al. Dat hing eerst in mijn andere kamer. Dat zijn gewoon buizen ook van de Hornbach volgens mij aan de muur gemonteerd. En deze ladekastjes zijn al van de IKEA. En nou, nu heb ik gewoon lekker mijn kledingkast. Maar dan doe ik zo. En dan dit dicht. Dit dicht. En dan is het gewoon lekker clean. Echt, jullie beseffen niet hoe blij ik hiermee ben. Echt niet normaal. Nou, net de room tour gedaan. En toevallig nu is het gelukt. We gaan de beamer ophangen. Dus dan is toch mijn kamer klaar vandaag. Oké, en dan nu mijn kledingkamer. Normaal gesproken als ik hier in de spiegel stond, dan was hierachter was dan mijn kledingrek. Ik weet niet of jullie, als jullie mijn video's keken, of je het nog herinnert. Maar ja, dit was dan de spiegel. Ik had ook een andere spiegel trouwens. Dan stond hier nog een schoenenrek. Nou, dat is dus nu allemaal niet meer het geval. Het is dus nu allemaal lekker clean. Dit is eigenlijk hetzelfde gebleven. Ik heb die twee kastjes gewoon laten staan. Wat me wel heel erg stoort is zeg maar die witte, nou ja, zeg maar gele rand. Die niet meer wit is. Maar goed, je hebt van die plakstripjes die dat kunnen oplossen. Dat heb ik namelijk ook hier op deze rand gedaan. Dus dat moet ik nog eventjes doen. Dus zoals jullie zien, ja, het zijn echt de kleine puntjes op de i die gewoon nog even gefixt moeten worden. Nou, dan mijn vensterbank. Die was al best wel een tijdje geleden veranderd. Ben ik ook heel erg blij mee. Ik heb een nieuw poefje. Dat is deze van de Xenos. En wat ik daar heel erg fijn aan vind, is dat ik die open kan maken. En dan heb ik daar dus een soort van opslagruimte voor mijn make-up. Kijk, eerst was dit het poefje die ik had, maar die gaat dus weg. Nou, en dan deze spiegel heb ik ook nieuw sinds, ja, best wel een tijdje al. Maar goed, wel sinds de nieuwe roomtour. En die spiegel kan je dus ook aanzetten. En er komt echt belachelijk veel licht af. Kijk, je kan hem ook nog verstellen. En hij is van Bright Beauty. En dan dit hoekje. Dit ding heb ik van Amazon. En daar zitten gewoon lekker al mijn skincare en ja, beautyproducten. Ja, dit hoekje is eigenlijk dus ook niet echt af. Dit is ook nog maar een soort van rommeltje. En dit bijvoorbeeld waar mijn wartjes in zitten is ook echt helemaal verkleurd en lelijk. Dus dat wil ik ook vernieuwen. Dus ja, dit is eigenlijk ook wel een hoekje die, ja, gedaan moet worden. Ja, dan hebben we hier nog, ja, dit bakje heb ik toevallig nieuw. Er kunnen wat producten in. Dit laat ik wel lekker zo met mijn sieraden. En ja, op zich, ja, deze prop, zeg maar, staat ook nog niet helemaal hoe ik wil. Maar goed, voor nu even prima. Dan heb ik ook nog deze hele muren geverfd. Althans, dat heeft mijn moeder gedaan. De deur is geverfd. Het plafond is ook geverfd. Kijk, alleen mijn lamp is eraf. Ik moet even een nieuwe lamp. Dus dat is ook nog iets wat nog moet gebeuren. En dan deze kasten. Ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Maar deze kasten waren dus helemaal zwart-grijs. Het was echt een soort van donkergrijs. En nu is het dus gewoon lekker wit. En de mensen die mijn vlogs kijken weten hoeveel werk ik hier aan heb gehad. Dit was niet normaal. Ik moest die kast schuren. Verven. Ik heb hem 4 keer geverfd om hem wit te krijgen. 4 keer. Ja, het heeft echt heel veel moeite gekost. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Deze handgreepjes heb ik bij de IKEA gekocht en erop gezet zodat het ook matcht met deze kast van de IKEA. Ik heb hier eigenlijk alleen maar kleding in van mijn moeder. Omdat ik nu gewoon genoeg ruimte heb in deze kast en in mijn slaapkamer. Dus nu heeft mijn moeder ook wat extra ruimte hier. En ook in deze mandjes. Deze mandjes waren trouwens ook grijs. Zwart.
En dat zijn ze ook nog steeds. Ik heb ze gewoon letterlijk omgedraaid. Vroeger was dus mijn kast al wit. En dan had ik dus deze mandjes erin. Alleen toen wilde ik dat veranderen. En toen ging ik mijn kast dus zwart maken. En toen had ik niet genoeg verf. Dus toen heb ik de helft van de mandjes maar gedaan. En nu komt dat heel goed uit. Want nu kan ik het dus gewoon weer omdraaien. Dus dat scheelt echt onwijs. Nou ja, hier heb ik dus gewoon, dat is wel heel fijn. Ik heb nu allemaal extra ruimte. Dus ik kan ook gewoon zeg maar spullen van een samenwerking die ik eigenlijk beneden niet kwijt kan. Heb ik nu ook gewoon extra ruimte voor. Zoals, ik heb hier dus een hele grote waypot van Kabau. Ja, beneden in de keuken is daar gewoon geen plek voor. En nu heb ik gewoon allemaal extra ruimte. Ik heb hier bijvoorbeeld een stapeltje kleding van ASOS. Dat ik jullie dadelijk wil gaan laten zien. Maar goed, dat ligt dan echt in mijn kamer om te laten zien in de vlog. En dat ligt dan constant te zwerven in mijn kamer. En nu heb ik voor dat soort dingetjes gewoon allemaal plek. En daar ben ik echt mega blij mee. Ook hier, ik had allemaal tassen, had ik zeg maar aan zo'n haakje gehangen. Bij mijn kast. Wat echt mega rommelig eruit ziet. Nou, al die tassen kunnen dus nu ook gewoon lekker hier in de kast. Heel fijn. Daar ben ik echt blij mee. En dan hier deze mooie IKEA kast. Ja, ik weet even niet precies welke kast. Ja, het is een Pax kast. Maar dan de deuren weet ik even niet meer uit mijn hoofd. En nou ja, in ieder geval. Dit zijn. Ja? Ik werd even geroepen om te assisteren bij de beamer ophangen. Ik weet niet meer zo goed waar ik gebleven was. Volgens mij bij de handgreepjes. Dus ja, dit zijn de handgreepjes van de kast. En dit is hoe ik de kast heb ingedeeld. Ik heb hier mijn jasjes, blazers, vesten, dat soort dingen opgehangen. Met daaronder spijkerbroeken. En daaronder korte broekjes en joggingsbroeken. En de onderste plank heb ik gebruikt voor schoenen. Ik heb beneden echt nog veel meer schoenen, maar beneden past het allemaal niet. Dus ik heb hier nu ook een deel gestald. En dan in dit gedeelte heb ik... Het is trouwens wel een kast van... 2 keer 1 meter en dan 2 meter hoog. Oké, nou daar liggen al mijn truien. Dan heb ik hier allemaal bakken met topjes die ik zeg maar niet kan ophangen of opvouwen. Dus die doe ik dan in bakken. Dan heb ik hier alle opvouwbare t-shirts en dingen. Nou, ik heb geen bureau meer, dus nu heb ik al mijn bureau dingen, zeg maar allemaal papieren en dat soort dingen heb ik hier liggen. En heb ik daaronder 3 bakken gekocht met BH's, strings en pyjama's. En ja, deze kastjes zijn eigenlijk nog steeds hetzelfde ingedeeld. Haarproducten, heel veel make-up en lipproducten vooral liggen hier. Hier nog meer make-up en voorraad van make-up. Dan heb ik hier allemaal lichaamsproducten, vakantieproducten. Ja, echt, wat ligt hier niet eigenlijk? Kijk, van een patébon tot Zwitsal tot portemonnee. Ja, echt alles leg ik hierin. Dan heb ik hier allemaal haarproducten. En hier, ja, zonnebrillen en ook voorraad, ik weet niet. Dus ja, dat is nu een beetje mijn kamer. Zoals jullie zien moet er dus nog wel wat gebeuren. Maar ja, ik heb geen haast. Het komt. Zeg maar, het belangrijkste is nu gebeurd. En de grootste dingen, zeg maar. Dus ik ben daar al heel blij mee. Dus ja, nu is het gewoon langzaamaan wordt het af. Zeg maar, nu wordt er dan bijvoorbeeld weer een beamer opgehangen en dan... Volgende keer, als ik een keer langs de Hornbach kom, dan neem ik vast wel weer zo'n stripje mee voor die gele strip hier. Ja, of als ik een keer leuke accessoires zie voor een vaasje, een kaars of zo, dan koop ik dat ook weer voor mijn kamer. Dus zo komt er wel op een gegeven moment iets moois van. Oké, nu ga ik weer even mijn vader assisteren bij de beamer ophangen. Een beetje trekken eraan. Ja, straks even. En dan is het een beetje recht. Ja. Ga eens afstand kijken. Ja. Ja? Ja. Nou, perfect. Kijk, en dit is het dan als de beamer hangt. Perfect. Oké, we gaan even skincare en dan ga ik jullie even wat dingen vertellen. Want... Nou, ik heb mijn rondtour gedaan. Mijn vader is zover gekregen om
die beamer op te hangen. Want ja, ik krijg dan gelijk als ik zo'n roomtour doe, zo'n soort van error dat dingen niet af zijn. Dus toen ging ik lekker druk erachter zetten. Dus ik mijn vader overhaald om die beamer op te hangen. Hangt die dus, krijg ik een melding van Netflix dat ze niet meer beschikbaar zijn op deze beamer. Omdat het een apparaat is voor 2015 of uit 2015 of zo. En die apparaten ondersteunen ze niet meer. Dus Netflix. En trouwens ook HBO worden dus niet meer ondersteund. Dus die worden gewoon niet meer afgespeeld op die producten. Dus dat is echt helemaal bout. Want ja, ik heb net die beamer hangen. En ik dacht net, ik ga lekker een filmpje kijken op Netflix. Nou, dat gaat dus niet. En dat ding hangt echt net. Maar goed. Ja, verder wilde ik nog iets vertellen. Dat is, ik heb allemaal leuke dingen besteld op Shein. En ik ga dat aan jullie laten zien. En dat heb ik besteld voor mijn reis natuurlijk. Oh joh, er zit hier echt een heel eng beest ineens. Ik ga hem doden. Hij is dood. Ik ga even mijn gezicht glansen in de badkamer. En gelijk die Shein bestelling pakken. Ik had het dus in een tas gedaan van de Jumbo. Omdat ik het ging unboxen in het huis waar ik dus vorige week in verbleef. Ik verbleef vorige week in het huis van Janice's vader. En daar heb ik dus een TikTok opgenomen over ja, de Shein-bestelling. Ik ga nu namelijk niet alles aantrekken. Ik ga het alleen aan jullie laten zien. Als jullie wel benieuwd zijn hoe het aanstaat, moet je dus even mijn TikTok kijken. Ik weet niet of het al online staat eigenlijk als ik dit met jullie deel. Maar ja, check gewoon even mijn TikTok. Oké, ik heb twee dingen besteld. Een Shein-bestelling. Maar ik heb dus ook... Het is zo erg. Ik heb sandalen besteld. En ik zou dit echt in een ander universum nooit bestellen. Nou, eigenlijk in dit universum zou ik dit nooit bestellen. Maar ja, ik ga op reis. Ik ga backpacken. En dit gaat wel gewoon heel handig zijn. Ik vind dit echt niet leuk. Maar ja, ik moest er echt aan gaan geloven. Dus ik heb deze sandalen. Deze Teva's heb ik besteld. Nou ja, het is... Oké, okay. Ze zijn oké. Okay. Ze hebben in ieder geval nog een beetje een platform. En ik heb ze gepast. Ze zitten echt heerlijk. Ze lopen goed. En ja, iedereen zegt dat je gewoon echt Teva's moet hebben als je gaat backpacken. Omdat ze gewoon super lekker lopen. Ze kunnen nat worden. Ze drogen snel. En ja, je wil ook niet altijd grippen aan. Want het is ook gewoon super warm. Dus ja, ik moest eraan geloven. Ze waren geloof ik 70 euro. En ik heb ze besteld bij Arket. Want ze waren echt overal uitverkocht. Degene die ik wilde. Maar ik heb dus de... platforms. En dit is de kleur Birch. Oké, even snel wat crème op mijn gezicht. Ik heb trouwens besloten niet te gaan vloggen tijdens mijn reis. Ik weet niet of ik dat al verteld had, maar het wordt gewoon te veel als ik ga reizen en alles vast moet leggen op elk platform. En eigenlijk elk platform wordt er zo gefilmd, behalve YouTube. Daar wordt zo natuurlijk op gefilmd. En ja, ik dacht, ik kan letterlijk al mijn platforms bijhouden op een normale manier als ik alles gewoon zo film. Het wordt alleen heel lastig gemaakt omdat ik dus ook vlog op YouTube. Dus ik heb gekozen om mijn reis niet vast te leggen op YouTube, maar wel op mijn andere socials. Dus ga dat alvast volgen met TikTok, Instagram, Snapchat. Daarop ga ik wel alles vastleggen. Ik wil wel natuurlijk video's gaan maken over mijn reis. Maar dan misschien eerder zeg maar voorbereidingsvideo en ook misschien hoe ik alles gepland heb en ook over daarna. Dus als jullie weten van dit soort video's willen we, laat het even weten. Oké, dan nu snel mijn Shein-bestelling. Ik zit alweer veel te lang te praten. Allereerst dit mega leuke oversized shirt. Heel lekker. Dun stofje, niet super goede kwaliteit, maar is wel heel leuk. Dan heb ik een blauw sportsetje. Dit is de top. Er zit geen pads in. En dit is de achterkant. Ik heb hem in een maatje S. En dit is dan het broekje die erbij hoort. En die zit ook best wel mooi. Hij heeft ook een soort van scrunch bij je bil. Dan een gele bikini. Alleen, ik vind hem dus niet zo leuk, want hij is een beetje te felgeel. Het is echt neon. Ik had verwacht dat het gewoon een mooi geelkleurig tintje zou zijn. Maar ja, hij is gewoon echt neon. Ik kan het niet goed laten zien, want dit licht is gewoon heel fel. Maar
Ja, en dit is het broekje. Het broekje zit dus wel heel mooi. Maar ja, wat ik zeg, hij is gewoon echt veel te geel. Dan dit topje. Very sexy. Maar wel echt heel leuk. Ik vind deze echt heel leuk. Dan heb ik 5 paar sportsokken besteld. Heel handig. Dit setje is ook echt amazing. Dit is een sportset. Kijk, hele leuke kleur. Mooie wassing. Het is een soort van washed. En dit is dan bij je bil. En dit is het topje die erbij zit. En ook echt best wel goede kwaliteit. Er zit ook mooie padding in. En het zit ook best wel lekker. Ik ben hier ook echt heel erg blij mee. Dit is ook een maat S. Maar deze had misschien qua topje wel een maatje groter gekund. Dan een heel basic wit topje. En hij schijnt niet heel erg door. Dat is wel altijd de vraag bij Shein. Maar ik vond het echt wel mee. Wat ik qua doorschijnen. Dus dat is deze. En die heb ik ook in blauw besteld. En dit topje ga ik denk ik in meerdere kleurtjes bestellen. Want je kan dit zo klein maken in je backpack. En ja, hoe chill als je gewoon lekker veel kleurtjes hebt. Kijk, ik ging het al oprollen. En je kan het gewoon zo klein maken. Dus ja, ik denk dat ik er hier meer van bestel. En dan dit topje. Ook echt heel leuk. Gewoon een tube top met een kerstje. Dit broekje in het roze. En ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar ik heb hem dus ook vandaag aan in het blauw. Dus ik heb hem in 2 kleurtjes besteld en ik vind hem echt super leuk. Hij zit ook mooi. Dit is hem dus in het blauw. En ik ben er erg blij mee. Hij schijnt ook niet door. Een rode bikini. Deze zit ook echt prachtig. Echt een heel mooi kleurtje vind ik. En hij is heel leuk met zo'n schelpje zit er aan. En het broekje is wel heftig. Het is echt een string. Dus daar moet je wel, ja, dat moet je wel durven. Kijk, dus de voorkant. Maar dit is de achterkant. Best heftig. Er zit ook een zonlabeltje aan. Ja, dus ja, dat is wel een ding, zeg maar. Je doet hem niet leuk aan op een familievakantie. En dan heb ik 2 basic zwarte shorts. Sportshorts. Ik dacht, weet je, dit ga ik waarschijnlijk heel vaak aan hebben op reis. Dus daarvan heb ik er 2 besteld. Ik weet ook niet of ik er 2 ga meenemen. Maar je scheurt wel eens uit die dingen. Het is misschien wel handig om er 2 mee te nemen. En dan nog een hele basic zwarte tube top. En was dat mijn Shein bestelling. Of Shein. Wat jullie willen. Shein is het volgens mij. Ja, dus dat heb ik voor mijn reis allemaal besteld. Wat willen jullie zien qua reiscontent? Zeg maar, vinden jullie het leuk om te zien hoe ik alles heb gepland? Vinden jullie het leuk wat ik allemaal besteld. Kijk, ik ga ook heel veel op TikTok hierover delen. Dus daar kunnen jullie mij sowieso volgen. Maar ja, op YouTube wil ik natuurlijk ook wel actief blijven. Alleen ik vind het gewoon heel moeilijk om alles te combineren. Dus ja, als jullie ideetjes hebben of iets wat jullie willen zien. Want ik film het uiteindelijk toch voor mijn kijkers. Ik vind het ook nog steeds heel leuk. Maar uiteindelijk zijn jullie degene die het moeten kijken. Dus ja, als jullie iets weten. Let me know. Nou guys, dit was weer lekker een praatvideo in plaats van echt een vlog. Maar ja, ik ga nu lekker mijn bed in, chillen en iets maar op Videoland kijken. Netflix doet het niet. Oh, trouwens, als jullie je afvragen wat dit is. Ik heb net mijn tanden gepoetst en lopen morsen. Ja, heel nice. Maar oké, dit was de video. Ik ga hem afsluiten. Tot in de volgende. Doei!